In deel 2 van Het Proces Wilders. Waarom wilde het Openbaar Ministerie de PVV-leider aanvankelijk niet vervolgen? Ze waren bang voor de politieke hijsa die eruit zou voortkomen. Dat is natuurlijk kul. Was iedereen binnen het OM overtuigd dat Wilders niet moest worden vervolgd? Ik denk dat ik niet iedereen uiteindelijk heb overtuigd, nee. Een onthullende reconstructie over conflicten binnen het OM. Ik wil met name de persoon hier niet bij betrekken. Maandag in deel 2 van Het Proces Wilders, de ingreep van hogerhand.